uit, man. En wat is nu leuker dan muziek maken? Want met muziek kun je dingen uitdrukken. Je kunt je boosheid, je vreugde, je verdriet, dat kun je allemaal in muziek leggen. En daarom zou ik tegen diegenen die altijd boos zijn of die altijd blij zijn, ga naar het jeugd- en jongerenwerk en kijk wat je daarmee kan doen. Ik ga jullie even wat vragen, want vanwege de herrie kan ik niet zo goed met de microfoon en alles. Als eerste, wie zijn jullie eigenlijk? Oh, wacht hè. Oh, sorry. Wie zijn jullie eigenlijk? Wij zijn, ik ga me voorstellen, ik ben Jandro, 1/4 van de rapformatie SFB. Ik ben Priceless, dat is KM, dat is Frenna. Allemaal 1/4 van de rapformatie SFB Strictly en dat staat voor Strictly Family Business. Business. Oké. En wat vonden jullie van het publiek van Papendrecht vandaag? Nou, ik had niet eens verwacht dat er zoveel jongere kinderen hierop af zouden komen. Ik vond het publiek heel gezellig, heel enthousiast. Ze gingen woord voor woord met alle liedjes mee. En ja, het is gewoon leuk om te doen. Ze geven me gewoon energie. Het is een geslaagd feestje. Oké, ik ga even de vraag opnieuw stellen. Wat vonden jullie van het publiek van Papendrecht? Papendrecht is een en al liefde. Als SFB komt, SFB Papendrecht. We hopen dat het ons tweede huis kan worden binnenkort in de toekomst. We hebben zeker genoten. Zeker was leuk. Papendrecht en SFB is gewoon één woord. Het is hetzelfde eigenlijk gewoon. Deze guy. En hopen jullie dat jullie nog een keer hier kunnen komen? Zeker. Al de kinderen hier om me heen geven me alleen maar energie tijdens het optreden. Dus ja. Als ik dit kan gebruiken als hulpsteuntje, waarom niet? En, ik vind het zonde voor die kinderen die naar buiten zijn gekomen. Kijk, maak een beetje geluid voor die jongens. Hey! Hey! Papendrecht! Papendrecht! Hey! Sharala, jullie daar, man. Hoe komen jullie daar? Liefde. Sharala, Papendrecht, man. Ja, Papendrecht is thuis.